van gisteren op morgen. Een hoorspel over het boerenleven, geschreven door Eduard Koenig en vertaald door Katja Spierdijk. Regie Wim Paul. Serie hoofdprijzen uit de loterij lijkt. En reken maar dat ze allemaal op dat aanbod in zullen gaan, wat ik je zeg. Sinds ze terug zijn van het land, lopen ze het ene huis in en het andere uit. Allemaal zijn ze even opgewonden en nieuwsgierig wat hun buurman ervan zegt. Hoe die nou precies tegenover zo'n volslagen verandering staat, die nou inderdaad werkelijk op komst is. En nog wel zo gauw. Iedereen vraagt aan iedereen wat hij gaat doen met die enorme kans. Met die enorme verleiding. Of hij boer wil blijven of dat hij iets anders gaat beginnen met al het geld dat hij krijgt. Als hij het aanbod aanneemt. Mij heeft niemand wat gevraagd. Mij zal ook niemand iets vragen. Je weet toch hoe dat gaat. Zo gauw je de leiding uit handen geeft, geen baas meer bent van een bedrijf, heb je geen stem meer in het kapittel. Telt je mening niet meer mee. Ik zal me er in vredesnaam maar bij neerleggen. Mijn plaats naast jou blijft immers vrij. Het kerkhof zullen ze ontzien. De grote verandering zal jouw rust niet verstoren. Het kerkhof ligt buiten het gebied dat de ingenieurs en hun helpers met paaltjes hebben aangegeven. Maar hier, binnen de grenslijn die om het dorp en de meeste akkers heen loopt, zullen ze de boel ruïneren. Want dat ons dorp eraan gaat is wel zeker. Wie boer wil blijven, kan een nieuwe boerderij bouwen in het nieuwe dorp dat aan de andere kant van de landweg ontstaan zal. Tussen de steengroeven en de spoordijk. En als dan de nieuwe huizen klaar zijn daar, iedereen met zijn hele hebben en houden verhuisd. Het leven hier verdroogt als de oude bedding van een beek die ze omgelegd hebben. Als ons oude dorp dan helemaal leeg en dood is, dan laten ze het in de lucht vliegen. Waarna ze de puinhopen zullen opruimen om de steenkool uit de grond te kunnen gaan halen. Goede steenkool, waar we lang mee toe zullen kunnen, zeggen de ingenieurs. Financieel gezien is het een hoofdprijs uit de loterij. Een groot geluk, dat lijkt het tenminste. En laten we hopen. Ook een zegen. Want dat er bij een heleboel mensen een paar tranen in de vreugdebeker zullen vallen, staat wel vast. Met al dat geld zijn ze er immers nog niet. Als iemand voor de beslissing staat of uw boer zal blijven en helemaal opnieuw beginnen. Een nieuwe boerderij bouwen en nieuwe akkers bewerken, dan vraagt hij zich toch in de allereerste plaats af. Voor wie? Wie het dan later allemaal zal overnemen. En lang niet iedereen kent het antwoord op die vraag. Er zijn lang zoveel kinderen niet meer in het dorp als in onze tijd.
En van de kinderen die er zijn, zullen er maar een paar voorgoed in het dorp willen blijven. Het wereldse leven lokt ze. En de stad trekt ze aan als een magneet. Daarom zitten er een heleboel ineens in de zorg. Dat ken je toch. Zolang alles in het leven zijn gewone gangetje gaat, de ene dag gelijk aan de andere, zonder dat er ooit iets bijzonders gebeurt, zolang maakt niemand zich erg druk over later. Dat heeft de tijd nog, denken ze dan. Er hoeft immers vandaag nog geen beslissing genomen te worden. En morgen ook niet. Waarom nou problemen uit elkaar rafelen en zitten piekeren over als en waarom? Terwijl het toch meestal anders loopt dan je denkt. En de tijd dikwijls vanzelf een oplossing brengt. Maar die brieven van vandaag, die eisen een beslissing. En gauw ook. Die gunnen ze geen tijd. Daarom hebben ze ineens niet alleen vreugde en hoop gebracht, maar ook zorg. Zorg over de toekomst van boerderij en gezin. Om de toekomstige schakel in de keten, zo gezegd, die ver teruggaat in het verleden. Want een echte boer laat zijn land niet zo gauw in de steek als die stadslui die het ene beroep voor het andere inruilen. Als een echte boer van zijn boerderij af moet omdat er geen erfnaam is, omdat er niemand is die het bedrijf wil voortzetten, dan is dat een ramp voor hem. Een lelijke streep door zijn rekening. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Ik ben bang dat onze zoon en zijn vrouw ook niet kunnen slapen van al die zorg vannacht. Net als een heleboel anderen. Ze hebben immers maar 2 kinderen en van geen van 2 hebben ze veel te verwachten. Ben ik bang. De jongen heeft net met glans een eindexamen gehaald. We zijn allemaal erg trots op hem. Sinds een week is hij weer bij ons op de boerderij. Hij mag nog wat bekomen van de vermoeienissen van het examen. En hoeft nog niet mee te helpen op het land, wat hem niet bijzonder schijnt te spijten. Nee, ik geloof niet dat ze op hem kunnen rekenen, onze zoon en zijn vrouw. Hij zal hem misschien niet eens willen hebben later, de boerderij. Als ze er een bouwen, tenminste. In het nieuwe dorp, ginds, tussen de steengroeven en de spoordijk. Jawel. Maar dat kleintje dan, hoor ik je zeggen. Ach, zie je. Dat kleintje, dat is al een hele jonge dame met haar 17 jaar. Mooi en verstandig. En zo rap als kwikzilver. Als je haar kon zien, zou je vast plezier aan het beleven. Al denk ik niet dat je het er nou helemaal mee eens zou zijn dat ze bij het werk zo'n lange nauwe broek draagt. En zondags van die nieuwerwetse kleren, zoals die meisjes op de foto's in de krant. Maar ja, zo is dat tegenwoordig. Ze willen het niet slechter hebben dan de jongelui in de stad. Ze willen niet minder zijn. Daarom is er ook zoveel veranderd sinds jij er niet meer bent. Er zijn allerlei nieuwe dingen en gebruiken ingevoerd in ons dorp. Maar toch is uit het goede hout gesneden, dat kleintje, geloof ik. Ik vraag me alleen af of ze het op den duur zal uithouden in het dorp. Of ze het er niet tussenuit zal trekken zoals een heleboel meisjes dat doen. Zodra ze hun eigen villetje ontdekt hebben. En hun hart. Nog niet eens 12 uur. Oh, wat gaat die tijd langzaam. Wat is het bed warm. En de kamer. En was die nacht maar vast om. Kon ik maar slapen. Slapen. En dromen. Die hele lange nacht nog. Een dag die nog veel langer duurt. En dan, zodra het weer donker is, zodra al het werk gedaan is, dan, misschien, als ik weg kan komen, als ik een smoesje kan bedenken zonder al te veel te moeten liegen. Een half uurtje maar, hooguit 3 kwartier, zo weinig maar, zo kort,
En toch, zo heerlijk. En zo verdrietig te moeten bedenken dat gauw genoeg, dat ik eigenlijk helemaal niet zou moeten wensen dat de tijd wat vlugger zou voorbijgaan. Ik hoop maar dat niemand van mijn vriendinnen wat in de gaten heeft. Dat ik niet mezelf verraden heb. Ik zou het vervelend vinden als ze me gingen uitvragen. Ze zouden alles precies moeten weten natuurlijk. Wie hij is en hoe hij is. En of ik wat met hem heb, dat in de eerste plaats. Terwijl ik helemaal niks met hem heb. Maar dat geloven ze toch niet. Ze kunnen toch niet begrijpen waarom ik zo opgewonden ben. Niet eten kan en niet slapen. Waarom ik tegelijkertijd kan zingen en lachen en huilen. Als er toch werkelijk niks is voorgevallen. Behalve een paar kusjes dan. En af en toe samen een sigaret roken. En natuurlijk. Al die dingen die hij tegen me gezegd heeft. Die ik natuurlijk al lang ken van de film of uit romans. Maar die een man nog nooit tegen mij gezegd heeft. Het zou vervelend genoeg zijn als het meisje wat merkte. Als ik bedenk dat iemand ons gezien kan hebben, ondanks al onze voorzichtigheid. En dat ik over de tong zou gaan. En dat mijn vader en moeder en mijn grootvader en mijn broer erachter kwamen dat de mens over me kletste. Als ik daaraan denk, zou ik het liefst in de grond willen zinken. Die meisjes uit de stad hebben het heel wat gemakkelijker met al die mensen om zich heen. Die zijn veel vrijer. Die kunnen gaan en staan waar ze willen. Waar niemand ze kent. Die hoeven niet bang te zijn dat iedereen ze voortdurend in de gaten houdt. En dat de mensen zonder enige reden kletspraatjes over ze rond zullen strooien. Ik heb niemand nodig om op me te letten. Ik kan best op mezelf passen. Ik heb ook geen behoefte aan iemand die me alleen maar wil uithoren. Maar als ik iemand had die werkelijk betrouwbaar was. Aan wie je kon uitleggen hoe ik me voel. Dat ik tegelijk gelukkig en ongelukkig ben. Oh, dat zou ik heerlijk vinden. Iemand die ik onbeperkt en onvoorwaardelijk zou kunnen vertrouwen. Van wie ik zou weten dat hij me voor 100% begrijpt. En echt met me meevoelt. En niet alleen maar nieuwsgierig is, zoals al mijn vriendinnen. Zo iemand heb ik hard nodig. Ik vraag me af of een zusje zo zou kunnen zijn. Als ik er een had. Als ik mijn broers had, dan was het er maar één. Dan zou het probleem veel gemakkelijker op te lossen zijn. En dan zou ik rustig kunnen gaan slapen. Want het lijkt me toch hoogst onwaarschijnlijk dat een broer, als ik er een had, dat een tweede of zelfs een derde zoon ook liever zou willen studeren. Maar als enige zoon en stamhouder voel je je moreel verplicht. Daar ontkom je eenvoudig niet aan. Hoe noemen we dat ook alweer zo mooi? Trots en glorie van zijn ouders. Troost en steun van hun oude dag. Bevestiging en beloning en einddoel van hun leven. Geen holle frazen. Dat ben je inderdaad allemaal. Generaties van boeren blikken op je neer, zogezegd. En verwachten ongetwijfeld dat je het erfgoed aanvaardt en de goede oude naam doorgeeft aan de toekomstige generaties. Zoals de zondagsredenaars het zo origineel formuleren. Van gisteren op morgen. Handhaving van de eerbiedwaardige boerentraditie. Een nieuwe lood aan de stam. Een nieuwe schakel in de keten. Een keten, ja. Dat is het inderdaad. Ach, idioot, laf toch. Om die beslissing voortdurend uit te stellen. Ik moet met vader praten. En zo spoedig mogelijk. Alleen, ik voel me niks lekker als ik eraan denk. Het probleem was vroeger al moeilijk genoeg. Maar die aangetekende brief van vandaag heeft alles nog veel moeilijker gemaakt. Want dat hun enige zoon geen interesse heeft voor een boerenbedrijf dat al meer dan 200 jaar bestaat, is voor zijn ouders al verschrikkelijk genoeg. Maar veel erger zal het voor hen zijn, denk ik, als dat bedrijf plus het hele dorp van de aardbodem moet verdwijnen en zij moeten beslissen of ze een nieuwe boerderij zullen bouwen
En dat dan hun zoon zegt op dat moment... Maar zonder mij. Op mij kunt u niet rekenen. Ik wil geen boer zijn. Wel niet zo plomp verloren natuurlijk, maar daar komt er dan toch wat op neer. Ik zou niet recht in de ogen kunnen kijken. Zijn teleurstelling zou me pijn doen. En tegenover zijn boosheid zou ik machteloos staan. Ik zou niet eens tegen hem kunnen zeggen... In zekere zin is het uw eigen schuld, vader, dat het zo gelopen is. Nee. Dat zou ik niet mogen zeggen. Het enige wat ik hem zou durven vragen is... me niet te dwingen als landbouwer mijn brood te verdienen... en zijn opvolger te worden op de boerderij. Ik moet hem proberen uit te leggen... dat ik het studeren elk jaar fijner en gemakkelijker ben gaan vinden. En dat ik ervan overtuigd ben... dat ik veel meer met mijn hoofd kan bereiken dan met mijn handen. En omdat hij me vooral niet verkeerd mag begrijpen... moet ik ook zeggen... het gaat absoluut niet om een gemakkelijker leven. Ik zou me er absoluut niet voor schamen om boer te zijn. Ook vind ik niet dat een gestudeerd man met een titel beter is dan een boer. Het gaat er alleen maar om... dat ik het liefst doe wat ik het beste kan... waarvoor ik persoonlijk geloof dat ik op de wereld ben. Mijn opdracht in het leven. Werkelijk goed werk lever je toch alleen maar... als je het graag doet. Met plezier en enthousiasme. Er zijn al mensen genoeg die niet op de goede manier leven... die maar wat armzalig vegeteren. Omdat ze hun dagelijks werk nog nooit met plezier hebben gedaan. Omdat ze er in de loop van de jaren onverschillig voor zijn geworden. Het misschien wel zijn gaan haten. Dat zou ik hem allemaal moeten zeggen. En gauw ook. Als ik me niet zo moeilijk was. Als ik me niet zo bang was dat hij kwaad zal worden en nee zegt. Want hij is nogal opvliegend als iemand in de weg zit. Als ik me niet zo bang was dat hij me zal proberen te dwingen. Misschien is het beter als ik eerst eens met moeder ga praten. Alle twee hebben we schuld. Ik evenveel als hij. Hij zou hem nooit naar dat internaat in de stad hebben laten gaan als ik er tegen was geweest. Maar ik was het er mee eens, omdat zijn onderwijzer ons voortdurend voorhield dat we hem op de middelbare school moesten doen. En omdat ik trots was op mijn zoon, die zoveel knapper en begaafder was dan al die andere kinderen van ons dorp. Daarom hebben we hem in de tijd voor ons gescheiden, hoewel hij helemaal niet weg wou. En zijn bidden en smeken om hier te mogen blijven me eigenlijk door de ziel sneden. Hij wou in het dorp blijven, op de boerderij, bij ons. Omdat hij immers boer wil worden, net als zijn vader, zijn grootvader. Maar daar hebben we ons niks van aangetrokken, geen van tweeën. We vonden dat een jongen van 10 niet kon weten wat hij werkelijk wilde en wat goed was voor zijn toekomst. We vonden dat hij later, als hij groter en verstandiger was geworden en zijn eindexamen had gedaan, dat hij dan altijd nog kon beslissen of hij boer wou worden of wat anders. En dat de middelbare school hem geen kwaad zou doen als hij daarna toch nog boer wou worden. Hij zou dan immers veel beter overweg kunnen met de nieuwe machines en methodes. Met alles trouwens. Hij weet veel meer dan de andere boeren. Hij zou best in de gemeenteraad kunnen komen. Of burgemeester worden zelfs. En wat een opvolger op de boerderij betreft. Daarover hebben we ons inderdaad geen zorgen gemaakt. Ach, we hadden immers het kleintje nog. En de hoop dat er misschien nog een kind, wellicht een zoon. We deden het allemaal met de beste bedoelingen voor hem en ook voor onszelf. Hij heeft goed zijn best gedaan. We hebben veel plezier aan hem beleefd. En nou heeft hij dan zijn eindexamen. Maar boer... Nee, boer wil hij niet meer worden, dat voel ik. Waarschijnlijk is hij al te ver doorgedrongen in die andere wereld waarin wij hem in de tijd gebracht hebben. Voor zijn bestwil en ja, ook omdat we trots op hem waren. Op haar ben ik ook trots. En ik weet niet of ik er nou werkelijk toe moet wensen dat ze boerin wordt. Oh, in huis is een flinke hulp. En op het land kan ze ook goed uit de voeten. En op de landbouwschool leert ze uitstekend. Maar ja, of ze nou al weet wat ze wil. Of ze nou al ernstig nadenkt over de toekomst. Hoeveel mogelijkheden zijn er tegenwoordig niet voor een meisje. Zelfs als ze uit een dorp komt. Ah, ze moet niet op de boerderij blijven hangen als ze niet wil. Zij zeker niet.
De hele wereld staat immers voor deur open. Met al dat geld dat we straks krijgen. Wat moet ik er nou eigenlijk toe wensen? De ene mens is de andere niet. En wat goed is voor de moeder, dat is nog niet altijd goed voor de dochter. In elk geval wens ik haar toe dat ze gelukkig wordt. Ik geloof dat hij nou slaapt. Ik moest maar op mijn rechterzij gaan liggen. Die pijn in mijn schouder, die wordt hoe langer hoe erger. Langzaam en voorzichtig maar, want anders kraakt het bed en dan schrikt hij wakker. Als hij tenminste slaapt. Ah, die nieuwe zalf, die helpt trouwens ook niet veel. Met die reumatiek moet ik maar vrede hebben. Als het daar maar bij blijft en ik niks ergers krijg. Als ik me niet de hele dag op bed hoef te liggen of naar een ziekenhuis moet. Daar bied ik elke avond voor. Ziek zijn, dat is voor een stadse vrouw al erg genoeg. Maar een zieke boerin, nou, dat is een kruis voor het hele gezin. En een ramp voor het bedrijf. Zij kan ook niet in slaap komen. Ze heeft pijn in de schouder. Klagen doet ze niet. Dat is de aard niet. Ze is trouwens helemaal geen mens dat meer praat dan nodig is. Toch merk je allemaal dat ze eigen pijn heeft, ondanks die nieuwe zalf. Ach, wat kan zo'n zalf hier nou ook uithalen? Ze zou een kuur moeten doen, in zo'n badplaats. Maar ze wordt kwaad als ik daarover begin. Ze wil er niks van horen. Een goede kuur kost een paar weken. En ze vindt dat ze niet zo lang van de boerderij weg kan. Dat ze ons niet zo lang alleen kan laten ploeteren, omdat het werk ons dan over het hoofd groeit. Het is nog waar ook. Het zou zeker niet gemakkelijk zijn. We zouden er overal missen, op elk gebied. Maar wat gebeuren moet gebeuren. Het is beter dat we ons een paar weken zo goed mogelijk zien te redden, nog vroeger opstaan, nog later naar bed, dan dat we er misschien op een kwaaie dag... Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou het allerergste zijn wat ik me voor kan stellen. In al die 20 jaar dat we getrouwd zijn, is ze maar 2 dagen en 1 nacht weg geweest van de boerderij, van het dorp. Toen we hem wegbrachten naar de stad om te zien hoe het daar was, of het wel een goed onderkomen was in die school, in dat internaat, of alles dan netjes was, en zindelijk en zo, en zijn geld waard. En sindsdien niks, geen ontspanning meer, geen rust, geen vakantie. Wat toch voor die mensen in de stad vanzelfsprekend is. Alleen maar werken, werken en nog eens werken. En niet dat ik me zou willen bezondigen door daarover te klagen. Het is zeker de moeite waard geweest, al dat werk. Al was het dan geen overdaad, waren we altijd alles wat we nodig hadden, gelukkig. Altijd hebben we meer uit het land kunnen halen dan voor onze onmiddellijke behoefte noodzakelijk was. Terwijl het bedrijf toch niet groot is en de grond hier en daar best wel beter zou mogen zijn. Maar vergeleken bij een heleboel anderen zijn wij grote, rijke boeren. Ja, kijk maar eens naar die boeren daarboven in de bergen bijvoorbeeld. Die na elke flinke regenbui de weggespoelde grond weer met manden tegelijk moeten terugslepen naar hun steilakkers. Die zichzelf afbeulen en afjakkeren. En toch nauwelijks genoeg te eten hebben voor zichzelf en hun kinderen. Nee, we zouden zondig als ons beklaagden. We hebben geluk gehad. Het huis is in prima staat. De machines zijn praktisch afbetaald. We hebben ons zelfs een maaidorsmachine kunnen veroorloven, samen met een paar buren. Dat is een enorme hulp. Een echte zegen, omdat je immers geen werkvolk meer kan krijgen. Ze kunnen hun geld overal veel gemakkelijker verdienen dan op het land. Makkelijker en met kortere werktijden en meer loon en meer aanzien. Meer aanzien, jazeker. Het werk van de boeren staat niet erg hoog aangeschreven bij die stadslui. Veel ben je niet in hun ogen. Je telt helemaal niet mee. Zelfs een boer met veel geld en een auto blijft in hun ogen toch altijd maar een boer. Ze weten dat ze ons nodig hebben, maar ze kijken toch op ons neer. En als we ons rechtmatig deel opeisen van de welvaart, dan vinden zij die het voor het zeggen hebben in de politiek ons alleen maar lastig en vervelend. Voor hun zijn we niks anders dan een noodzakelijk kwaad. Waarschijnlijk zou het hun veel liever zijn als het graan en de melk en het vlees in fabrieken gemaakt kon worden.
konden ze alles veel beter berekenen en organiseren. Met machines kunnen ze beter omgaan dan met mensen. En met de mensen die aan de machine staan, altijd nog beter dan met ons. Die laten gemakkelijker over zich bazen. Ons vinden ze alleen maar lastig en vervelend. Voor onze zorgen, onze problemen hebben ze maar weinig interesse. Geen begrip ook. We zouden er nou mee op kunnen houden. We zouden kunnen zeggen, voortaan zonder ons. We hoeven die nieuwe boerderij niet te bouwen. We zouden werk kunnen zoeken dat minder zweet eist. En toch veel hoger in aanzien staat. En dat bovendien meer vrije tijd laat voor ontspanning. En als we dat zouden willen, hoefden we helemaal niet meer te werken. Zij en ik en mijn vader, och, we hebben niet veel nodig. Van de rente die het geld dat we straks krijgen opbrengt, kunnen we met z'n drieën best leven, als we het goed beleggen. We zouden iets kunnen gaan doen wat gemakkelijk en plezierig is, en wat de tijd verdrijft. Werken, echt hard werken, hoeven we niet meer. Een nieuwe boerderij hoeven we niet te bouwen, dat hoeft helemaal niet. En toch, als ik denk dat een eerste klas bedrijfje zou kunnen beginnen. Eindelijk zit hier genoeg geld op tafel. Ja, het was toch altijd maar krap aan, voor zover ik me herinner. Zoals bij alle boeren trouwens, die geen uitgesproken groot bedrijf hebben. Een modelboerderij zou het kunnen worden. Je zou al de ervaring kunnen gebruiken die je in de loop van de jaren hebt opgedaan. Het leergeld dat je dikwijls genoeg hebt moeten betalen, zou je met 3-dubbele rente kunnen terugverdienen. Ja, prachtig zou het zijn, dat wel. Maar voor wie? Wie zou hem willen hebben, die modelboerderij, later als zij en ik niet meer voort kunnen? Als we aan het eind van onze krachten zijn. Ik had er al veel eerder mee op moeten houden. Ik weet het. Jij was er altijd voor. Dikwijls genoeg heb je tegen me gezegd, laat het bedrijf toch op zijn naam overschrijven. Hij is immers de laatste zoon die we hebben. De enige van al onze zonen die de oorlog ons overgelaten heeft. Laat hem toch eindelijk zijn eigen baas zijn. Hij is oud genoeg en verstaat zijn vak. Hij zal een prima boer zijn. Mag ik maar niet zo'n eigenzinnig stijf opgelegd. Had ik maar niet iedere keer opnieuw ja, maar het een of andere voorwendsel gevonden om het altijd weer uit te stellen. Maar de enige werkelijke reden. Wie kan er nou met een licht gemoed afstand doen van zijn bezit zelfs ter wille van zijn eigen zoon? Wie geeft vrijwillig de teugels uit handen zolang je nog genoeg kracht in zich voelt ze stevig vast te kunnen houden en de boel te besturen? Wie houdt er nou graag mee op zolang hij nog gezond is? Ja, verzorgd tot aan zijn dood volgens contract en recht. Maar van de ene dag op de andere geen boer meer. Niks meer te zeggen hebben. Niks meer aanschaffen. Geen baas meer zijn over alles. Van de ene dag op de andere geen ereplaats meer aan tafel. Alleen maar een opeter zijn die niks presteert. Alleen maar een man wiens tijd voorbij is. Die niks bijzonders te vertellen heeft, die er niet meer op aankomt. Die eigenlijk helemaal niet meer op deze wereld hoeft te zijn. Zo dacht ik vroeger. Daar was ik allemaal bang voor. Het was ook moeilijk genoeg in het begin, maar na verloop van tijd was het maar half zo erg meer. En nog later werd het zelfs echt plezierig. Dat weet je immers. Je hebt het nog mogen beleven, de eerste paar jaar. Niet meer die dwang van het dagelijks terugkerend werk. Geen verantwoording meer. Niet afhankelijk meer van het jaargetijde en het weer. Slapen wanneer je wil. Opstaan wanneer je wil. Doen wat je wil. Lezen of naar de radio luisteren. Een buurman opzoeken, je nuttig maken zo hier en daar. Op het land, in huis. In de voortuin bezig zijn met bloemen en groenten of in de boomgaard achter het huis. En allemaal zonder die ijzeren dwang, zonder dat eeuwige moeten. Alleen maar als je er zin in hebt, als je hoofd ernaar staat.
wen je er gauw aan, eigenlijk. Ja, je had gelijk. Ik had het bedrijf al veel eerder aan hem moeten overlaten. Dan hadden wij samen een paar rustige jaren meer kunnen hebben. En hij zou vast en zeker eerder getrouwd zijn. En waarschijnlijk zou ze wel een paar kinderen meer gekregen hebben dan die twee. Ze zou dan immers ook jonger geweest zijn. Een zoon meer, of desnoods een dochter meer. En ze zouden zich nou misschien geen zorgen hoeven te maken. De beslissing of ze wel of niet mee zouden gaan naar het nieuwe dorp, om daar weer een nieuwe boerderij te bouwen, zou er dan waarschijnlijk niet zwaar van. Het staat wel niet vast, maar het had toch best gekund. Het tegenovergestelde valt trouwens ook niet te bewijzen, dat er meer kinderen gekomen zouden zijn als ik jouw raad opgevolgd had en de boel eerder uit handen gegeven. En de mogelijkheid alleen al dat het mijn schuld zou kunnen zijn dat met onze zoon de langerij beëindigd wordt. Dat hij de laatste boer zal blijven in onze familie. Dat hij op zijn oude dag weg zal moeten van huis en hof omdat er geen opvolger is. Niemand die hem wil aflossen en de boel voortzetten. De mogelijkheid dat dat mijn schuld zou kunnen zijn, met die vervloekte koppigheid van me, dat laat me niet met rust. We zullen spoedig afscheid moeten nemen. Ze zullen gauw genoeg weten hoe de kolenlagen precies lopen onder het dorp en de akkers in de weiland. Waar ze de graafmachines het beste kunnen opstellen. Dan is hun werk afgelopen. Dan pakken ze de apparaten weer in, waarmee ze de bodem beluisteren. Dan breken ze de tent weer af waar hij en de ingenieurs in wonen en hun berekeningen maken. Dan gaan ze weer naar een andere plek waarvan ze denken dat er iets in de grond zit dat de moeite loont om het eruit te halen. Dan moeten ze er een heel dorp voor de lucht in laten vliegen. Dan is het uit. Nauwelijks begonnen en alweer voorbij. Ik kan al huilen als ik er aan denk. Hoewel hij zegt dat het niet allemaal uit en voorbij hoeft te zijn. Het hoeft geen afscheid voor goed te zijn. Hij zal maar zoveel als maar mogelijk is komen opzoeken. Of we zullen elkaar in de stad ontmoeten. En hij zal me trouw blijven. Als hij ervan op aan kan dat ik hem ook trouw blijf. Maar als ik dan zeg dat hij er natuurlijk op kan rekenen dat ik hem trouw blijf. Omdat ik immers van hem hou. Dan zegt hij dat woorden alleen niet voldoende zijn. Met woorden alleen kun je liefde niet bewijzen, zegt hij. En kussen vindt hij ook al niet genoeg. Hij wil een groter bewijs van mijn liefde. Zodat hij er voor 100% zeker van kan zijn. Het grootste en hoogste bewijs dat er bestaat. Ik begrijp best wat hij bedoelt. En ik ben er ook van overtuigd dat hij alles eerlijk meent wat hij zegt. Maar toch kan ik het niet. Misschien ben ik wel dom, of laf, of ouderwets. Maar ik kan het gewoonweg niet. Zo stiekem, gehaast en doodsbenauwd. Dat kan niet mooi zijn. Niet zo als ik het me voorstel. Hij zegt dat ik hem dat hoogste bewijs alleen maar niet wil geven omdat ik niet echt en eerlijk van hem hou. Zonder enig voorbehoud. Wat natuurlijk onzin is. Of misschien toch niet helemaal. Want als ik aan een heleboel films denk, romans die ik gelezen heb, die over de grote liefde gaan. Daarin is het wel zo dat een vrouw die werkelijk en oprecht lief heeft, niet bang is voor niets en niemand. Zo'n vrouw geeft zich met lichaam en ziel over aan de liefde. Ze vergeet alles wat er vroeger geweest is. Ze laat haar hele familie, al haar verplichtingen en zelfs haar vaderland in de steek. Zonder er ook maar over na te denken. Ze gaat gewoon. Ze gaat gewoon. En kijkt niet eens om. Ze denkt alleen maar aan haar geliefde. Ze doet alles wat hij wil en heeft nooit ergens spijt van.
Of ik dat ook zou kunnen. Of dat inderdaad de hoogste vorm van liefde is, zoals hij zegt. Ik weet niet. Ik kan het niet helemaal geloven. Ja, in een film of in een roman misschien. En in die slome liedjes. Maar in het werkelijke leven moet toch nog een ander soort liefde bestaan. Een soort die niks minder waard is en net zo goed gelukkig kan maken. Want vast niet elke vrouw is zo aangelegd dat ze dat voor elkaar krijgt. Alles en iedereen in de steek laten. Een streep zetten onder de vroegere leven en weglopen. Zonder zich ook maar even om te draaien. Want daar zou het toch op neerkomen. Dat zou het toch de gevolgen zijn. Voor het geval dat hij het echt eerlijk meent. En het hem ernst is met alles wat hij zegt. Ik zie het al helemaal voor me, hoe het gaan zal. Als mijn vader en moeder het ermee eens zijn, en ze zijn ook, dan gaan we ons verloven. En als hij dan alle examens haalt, en over een jaar of 4 of 5 net zo'n ingenieur is als die mannen die hij nu in de vakantie helpt om praktijk op te doen, dan kunnen we trouwen. Voor we trouwen hebben we dan al een woning ingericht in de stad. En na de bruiloft is het parool verhuizen. Weg van het dorp, van het land. Oh, mijn leven zal er volslagen veranderen. Altijd zal ik in de stad moeten zijn, tussen al die huizen. Af en toe zal ik eens een weekend hier naartoe kunnen. Geen werk meer. Geen echt werk bedoel ik. Dat je kunt zien groeien. Alleen maar boodschappen doen, eten koken, het huis, de was, de kleren in orde houden. Altijd hetzelfde, dag in dag uit. En als we kinderen krijgen, zullen die in de stad moeten opgroeien. Zonder weiden en bomen en bloemen. Zonder dieren. Zonder vrijheid. Helemaal eerlijk ben, zou ik dat dan allemaal echt fijn vinden? Zou ik het op den duur wel uithouden, zo'n leven in de stad? Zou ik daar gelukkig mee kunnen zijn en hem gelukkig maken? Zou ik niet ziek worden van verlangen en heimwee? Oh, als hij weggaat, en dat zal al gauw zijn, hoogstwaarschijnlijk wel voor goed, zonder dat ik hem ooit terugzie. Omdat ik immers toch niet kan doen wat hij van me wil. Dan zal ik zielsbedroefd zijn. Maar als ik me nou heel duidelijk en met alle bijzonderheden erbij indenk, dat ik met hem mee zou moeten, nu of later, dan ben ik net zo goed zielsbedroefd. Waarom is het leven toch zo gecompliceerd? Waarom neemt het noodlot met de andere hand meteen weer terug? Wat het net met de ene hand gegeven heeft. Waarom kun je niet gewoon en zonder allerlei moeilijkheden blij en gelukkig zijn? Zouden ze eigenlijk gelukkig zijn? Tevreden met hun leven? Als ze weer jong waren en opnieuw konden beslissen, zouden ze dan alle twee weer hetzelfde leven kiezen? Hetzelfde leven als boer? En met elkaar? Wat weet je eigenlijk weinig van je eigen ouders, op de keper beschouwd? Minder dan van sommige mensen die je nauwelijks kent en die onverschillig zijn. En je praat minder met ze dan met sommige anderen waar je niks mee te maken hebt. Ik wil in ieder geval niet leven als een boer. Dat klinkt zo mooi en je voelt je haast trots. Als je ergens hoort of leest, vrije boer, heer over eigen land, beschermer van onvervangbare cultuurgrond, sociologisch waardevolle kracht tegen de dreigende massaproductie van de industrie enzovoort enzovoort. En het klopt ook nog, in zekere zin. Maar die medaille is wel een keerzijde. Want de vrije boer mag dan heer zijn over eigen land. Er staan toch nog ettelijke heren boven hem. En juist die maken het hem zo moeilijk. De politieke en economische verhoudingen bijvoorbeeld, waar de prijzen en de afzetmogelijkheden van afhangen. Of het weer,
Een hoge, humeurige en hoogst onbetrouwbare heer. Van kind ben af heb ik meegemaakt hoe die het land regeert. Een boer mag zijn grond gereed maken en het zaad aan de aarde toevertrouwen. Daarna mag hij dan geduldig en vol overgave gaan zitten wachten en hopen dat de hoge heer hem genadig zal zijn. Want van hem immers hangt alles af. Hoeveel geld een boer zal hebben in het najaar. Of hij alle termijnen en rentes op tijd zal kunnen betalen. Of hij nieuwe dingen zal durven aanschaffen voor zijn huis en bedrijf. Of hij zijn kinderen zal kunnen geven met kerstmis. Alles hangt af van hoge en lage drukgebieden. Van koude en warme lucht. Van de overdrijvende wolkenvelden en bodemtemperaturen. En jaar in jaar uit dezelfde zorgen. En dezelfde hulpeloze angst dat het te veel zal regenen of te weinig. Dat de winter te koud zal zijn of te zacht. Dat vorst of andere schadelijke invloeden het zaad zullen vernietigen. Dat de bliksem zijn schuur of zijn vee zal treffen. Dat een hagelbui zijn werk van weken en zijn hoop van maanden de grond in zal boren. Natuurlijk bestaan er verzekeringen voor dit soort dingen. Maar die krijg je ook niet bepaald cadeau. Trouwens, een boer leeft niet van de verzekering, maar van de oogst. En die hangt toch in eerste instantie af van het weer. Ondanks alle vooruitgang en alle moderne machines en methodes. Zelfs een te goede oogst kan een ongeluk betekenen. Als je verrekend hebt, als je uitzonderlijk veel van een bepaald product verbouwd hebt, omdat in het voorjaar de prijzen daarvan zo bijzonder gunstig lagen, en als dan blijkt dat ze allemaal dat glorieuze idee hadden, zodat je constant tussen Scylla en Charybdis in zit. Kan altijd verkeerd zijn wat je doet. Altijd kun je het bedrijf aan de rand van de ondergang brengen. En je moet wel een speciale gave en een oneindig geduld hebben om dat allemaal maar te verdragen. Deemoedig, fatalistisch, je hele leven lang. Ik geloof niet dat ik dat kan. Daarom zal ik ook nooit een goede boer zijn. Maar als het nou niet met hem te praten valt, als het niet lukt hem te overtuigen, als hij kwaad wordt en erop staat dat ik de boerderij overneem, wat moet ik dan? Mag ik een hooglopende ruzie riskeren? Misschien wel een breuk? Of moet ik al mijn eigen wensen en plannen maar begraven en toegeven? Moet ik me schikken naar zijn wil? Zou die nog wel eens aan de denken? En dan vroeger? En zou die in dat geval dan misschien vinden dat hij zijn eigen wil had moeten doorzetten? Of was het dan ook buigen of barsten? Dat hij zijn ouders niet hun zin had moeten geven, omdat hij toch oud genoeg was om er een eigen wil op na te houden. Over de 30 al. Het grote nieuws dat nou de ronde doet in het dorp, kon er wel eens de oorzaak van zijn dat hij weer aan haar denkt. En dat zij misschien meer kinderen gekregen zou hebben dan ik. Wat hem de beslissing of hij al dan niet boer zal blijven vergemakkelijkt zou hebben. Het is ook helemaal niet uitgesloten dat hij vergelijkingen maakt. Dat hij zich probeert voor te stellen hoe het met haar geworden zou zijn als zijn vader en moeder het er wel mee eens geweest waren dat hij met haar trouwde. Als ze haar goed genoeg gevonden hadden als boerin, als schoondochter, als vrouw voor de enige zoon die de oorlog overleefd had. Maar ze vonden haar niet goed genoeg. En hij heeft zich erin geschikt. Toen hebben zijn ouders een vrouw voor hem gezocht en aan mij gedacht. Mij wilden ze wel. En ik wou ook. En die andere, nou die is gelukkig gauw getrouwd en gegaan naar het dorp. Oh, ik weet zeker dat er niet veel meer over is van haar vroegere schoonheid. Het is helemaal niet gezegd dat ze veel gezonder en flinker is dan ik, al is ze wat jonger. Het is ook helemaal niet gezegd dat ze meer kinderen gekregen zouden hebben dan twee. Wie weet hadden ze wel helemaal geen kinderen gekregen samen. Het is al 20 jaar geleden, die geschiedenis. Maar ja, voor hem lijkt het misschien nog pas gisteren. In zijn fantasie ziet hij er misschien wel voor zich zoals ze als jong meisje was, als hij aan haar denkt. Nou, ik hoop maar dat hij er geen spijt van heeft dat hij
zijn vader en moeder in de tijd hun zin heeft gegeven. Omdat ze dachten dat... dat ik geschikter zou zijn voor het bedrijf. Een goede vrouw is een groot geluk voor een boer. En als hij zich vergist heeft, is dat een groot ongeluk. Als hij pas na de bruiloft merkt dat ze geen goed hart heeft... en geen goede hand voor een mens en een beesten en alles wat groeit... dat ze geen zegen is voor het bedrijf. Maar dan is het te laat. Op een dorp trouw je maar eens en dan voor altijd, voor je hele leven. Of je er nou spijt van krijgt of niet. Of het nou goed gaat of slecht. Die rheumatiek is al weg. Het is zo lastig voor haar bij het werk. Er is bijna geen boerin die volkomen gezond is. Die niet klaagt over rheumatiek of een been dat niet wil. Of andere vervelende en pijnlijke kwaaltjes heeft. Dat kan niet uitblijven in ons beroep. Hoewel, je kunt er stokoud in worden. Als God wil. Nee, ik zou er niet willen overleven. Ik zou er niet kunnen missen. Nee, het is allemaal goed zoals het gegaan is. Het is een geluk dat het zo gegaan is. Ze slaapt nog steeds niet. Ze doet wel zo, maar ik weet precies of ze echt slaapt of me doet alsof. Waarschijnlijk komt het door die pijn in de vrouwen dat ze niet slapen kan. Misschien ook wel door dezelfde zorgen die mij geen rust gunnen. Hij zou nou toch eindelijk wel eens... Zou hij al met haar gesproken hebben? Zeg. Ja? Heeft hij al met jou gepraat? Waarover? Dat weet je best. Oh, dat. Nee, daarover nog niet. Het wordt toch zo langzamerhand tijd, vind ik, dat hij zegt hoe of wat. Ja, dat is waar. Denk je dat hij bang is? Het zou best kunnen. Nou, zo ben ik toch niet. Soms wel, als iets je ergert. Dat ze bang moeten zijn voor me? Huh? Als ze je niet kennen. Mijn eigen zoon moest me toch kennen. Nou, hij is toch alleen maar in de vakanties hier? Misschien is het wel verkeerd geweest dat we hem toen de tijd naar die school hebben gedaan. We bedoelden het goed. Dat wel, ja. En hij heeft ons niet te schande gemaakt. Jouw hersens. Nou, voor jou ook wel wat. Ik zou natuurlijk kunnen eisen dat hij nou bij ons blijft. Dat hij ons helpt. En dat hij later het bedrijf overneemt. Maar ik wil hem niet nog een keer dwingen. Je bedoelt... Nou, dat hij in vredesnaam maar moet studeren als hij dat wil. Oh, hij zou zich heel wat plezieriger voelen als hij dat wist. Ja, maar ik vind wel dat hij daarom hoort te komen vragen. Ja. Ja, dat vind ik ook. Nou, dat dus wat hem betreft. Ja. En zij? Hoe zit het met haar? Nou, ik vind dat we haar ook moeten laten kiezen later, als het een keer zover is. Dat is niet meer dan rechtvaardig, vind ik. Ja, dat is zo. Alleen, we zullen gauw moeten beslissen. Daarom zou het goed zijn als we nou alvast wisten of we op haar konden rekenen. Want als zij ook al geen zin in een bedrijf heeft, nou, dan zou het maar het beste zijn als we helemaal niet meegingen naar het nieuwe dorp. Wat zouden we dan moeten? Met geld heen genoeg mogelijkheden. Nou, voor ons toch niet? We zouden helemaal niet meer hoeven te werken. Kan jij je zo'n leven voorstellen? Moeilijk. Heel moeilijk. Ik ook niet. Maar als die werkelijk wil studeren en zij op een goede dag ook weggaat, dan blijven wij alleen over. Dan weten we ook niet wat we met de nieuwe boerderij moeten beginnen. Als we niet meer voort kunnen. Ah, komt tijd, komt raad. Misschien wel, misschien niet. Vast wel. Zal je zien. Je bedoelt dus dat we gewoon door moeten gaan? Dat bedoel ik, ja. Zonder enige zekerheid. Misschien wel helemaal alleen. Als het moet, helemaal alleen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Mooi, daar zijn we het dus over eens. Ja. Ik ben blij dat dat nog vaststaat. Ik ook.
En je wist over pijn? Niet erger dan anders. Je moet er iets aan doen. Radicaal. Van de winter. Een kuur in een inrichting. Een echte kuur. De beste die er is. Het kan me niet schelen wat het kost en hoe lang het duren moet. Maar jij kan toch niet alles alleen af? Wel ja, dat gaat best. Dat moet maar. Je moet er helemaal bovenop zijn als we daar eens beginnen. Zo'n nieuwe boerderij brengt verschrikkelijk veel werk mee. We praten er nog wel eens over. Van het najaar. Nee, daar valt niks meer over te zeggen. Het is afgesproken. In vredesnaam. Welterusten. Welterusten. Ik hoop maar dat het weerbericht gelijk krijgt. En dat we het nog een paar dagen droog houden tot we de oogst binnen hebben. Ja, dat hoop ik ook. Licht onder een kier van de deur. Meteen weer uit. Net lang genoeg om te kijken hoe laat het is. Minstens een keer of twee, drie al, sinds de klok 12 sloeg. Dus zij kan ook niet slapen. Verliefd misschien, de kleine zusje van. Ik ben benieuwd wie ze me ooit als zwager zal komen voorstellen. Iemand van het dorp? Veel keuze is er niet hier. Het valt niet mee te worden voor een meisje om hier in het dorp een passende man te vinden. Ach, misschien vindt ze het helemaal niet belangrijk. Misschien wil ze wel helemaal niet hier blijven. Wat heeft ze aan haar leven als ze hier blijft? Wat heeft nou een vrouw op een dorp? Dat zie je toch aan moeder? Bovendien dwingt niets en niemand haar om hier te blijven. Want ik ben de erfgenaam van het bedrijf. Zij kan gaan en staan waar ze wil. Ze kan overal terecht. Ze is knap. En bovendien veel intelligenter dan de meeste meisjes uit het dorp. Als ze eerst maar eens een paar weken in de stad woont en wat modieuze kleren aanschaft, een moderne kapsel, dan ziet hij immers geen mens meer als ze van een dorp komt. Dan kan ze net zoveel mannen krijgen als ze wil. Een zakenman bijvoorbeeld. Omdat ze toch een behoorlijke bruidschat meekrijgt. Of misschien zelfs van een academicus. Voor mij zou het anders veel beter zijn als ze op een boerenzoon verlies raakte, voor ze op het idee kon in de stad te trekken. En als er maar geen boerenzoon is die zelf een bedrijf erft, want daar sta ik er weer alleen voor. Nee, het zou een tweede of derde zoon moeten zijn, die graag boer wil blijven. En voor wie het een enorm geluk zou zijn als hij een goed en modern bedrijf zou kunnen introuwen. En als er hier in de buurt niemand te vinden is, dan moeten ze maar een advertentie zetten in een paar kranten die veel door boeren worden gelezen. Dat doen er veel tegenwoordig, daar steekt niks achter. Ik kom misschien beter is het met haar over die zaak praten, voor ik er tegen vader en moeder over begin. Als zij nu is in mijn plaats, dat zou de boel heel wat eenvoudiger en makkelijker maken. En morgen, als het werk gedaan is. Nou, het is veel te laat. Het is al lang de middernacht. Morgenavond zal ik met haar praten. Voor die tijd lijkt het toch niet te pakken. Dan heeft ze geen tijd, te midden in de oogst. Het duurt wel lang, morgenavond. En hoe eerder ik weet wat ze eigenlijk wil, wat voor plannen ze heeft, of of ik haar misschien zover krijg, dat ze in mijn plaats... Ik heb een hekel aan wachten. Ik hou niet van onzekerheid. Nou, waarschijnlijk slaapt ze toch nog niet. Zou ik nou meteen maar... Wel ja, meteen maar. Wat is er? Heb ik je wakker gemaakt? Nee. Ik wou iets met je bespreken. Midden in de nacht? Dit is heel belangrijk. Dringend. Kom maar op mijn bed zitten. Het is dus officieel, nou. Ja. Jammer. Een heleboel hier. Ja, verschrikkelijk jammer. Hoewel, zo'n nieuw bedrijf is een prachtige taak. En toch een soort van troost. Als alles hier eraan gaat. Vind jij ook niet?
Ja, zeker. Zo'n kans krijgen we nooit meer. Om een bedrijf zo groot op te zetten. Eindelijk genoeg geld. En genoeg ruimte. Als je hier wat wil veranderen of uitbreiden, zitten je overal metersdikke muren in de weg. En achter die muren je buren. Dat is waar, ja. De schuren en stallen zouden veel groter en moderner moeten zijn. Het huis ook natuurlijk. Allicht. Met een echte badkamer. En twee. Dat zou nog beter zijn. We kunnen wel eens logees komen ook. Ja. Eén ding zou je in geen geval mogen vergeten. Een klein kantoortje waar je alle paparazzen en boeken bij de hand had. En waar vader het schrijfwerk en alles dus kan afdoen. Ja. En moeder krijgt een fantastische keuken. Dan hoeft het zichzelf niet meer zo moeilijk te maken. Dat scheelt een hoop in de tijd. Alles elektrisch. Automatisch. Druk op de knop. In elk geval zul je alle technische dingen moeten aanschaffen die maar praktisch zijn. De nieuwe akkers zijn beter en liggen dichter bij elkaar dan de oude. Dat maakt het inschakelen van machines veel rationeler. Alle respect. Je weet er al een heleboel van. Ja, dat leren we allemaal op de landbouwschool. En interesseert het jou? Heb je er plezier in? Oh ja, reuze. De nieuwe boerderij ook? En het maken van allerlei plannen? Dat ook, ja. Ik kan het me allemaal precies voorstellen. Oh, het lijkt me geweldig. Hoewel. Hoewel. Oh, veel zal ik er niet aan hebben. Waarom niet? Nou, het zal nog een hele tijd duren eer de nieuwe boerderij klaar is. Nou, en als dan de hele boerderij op een zeil, dan moet ik weg. Hoezo? Denk nou toch eens even na. Als ik trouw, moet ik weg. En als jij voor mij trouwt, moet ik ook weg. Twee vrouwen in één huis, dat gaat nooit goed. Op den duur zeker niet. Daar komt ruzie van. Ja, dat is wel zo, ja. Maar stel nou eens dat jij de enige vrouw zou zijn op de boerderij. Huh? Ja, en dat je het ook altijd zou blijven. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat op een goede dag een andere... Hoezo? Jij trouwt toch wel een keer? Ja. Tuurlijk. En je vrouw dan? Ik hoop dat je met haar zou kunnen opschieten. Als we eens een keer op bezoek komen. Op bezoek? Is een weekendje, ja. In de logeerkamer. Met de badkamer voor de logees. Ach, je bent heel snik. Omdat ik liever studeren wil. Je eigen land en grond opgeven. Een vrij leven opgeven. En als ik nou eens een ander soort vrijheid verkies? Och, je zult er nog eens spijt van krijgen. Ja, geloof ik niks van. Ik heb er lang genoeg over nagedacht. Ik zal nooit een goede boer worden. Ik heb niet die speciale gaven die je daarvoor nodig hebt. Ja, maar vader dan? Dat is nou juist de moeilijkheid. Je moet hem wel klare wijn schenken. Allicht. Ik wilde alleen eerst weten hoe jij daar tegenover stond. Of jij... Als ik niet... Wie zou het anders? Jij zou dus... Ik moet wel. Ik vind dit voor ons allebei een heel belangrijke beslissing. En of? En onze hele toekomst hangt ervan af. Dat spreekt. Kan ik er vast op rekenen dat je niet vandaag zus en morgen zo... Daar kun je vast op rekenen, ja. Maar als het nog moeilijker wordt dan het nou al is? Met werkvolk en prijs en zo? Ik ben niet bang. Als je maar zorgt op de hoogte te blijven. Alles goed organiseren. Van tevoren plannen maken. Alle ontwikkelingen nauwkeurig volgen en alle kansen aangrijpen die je maar krijgen kunt. Ja, maar stel nou dat op een goede dag een man komt opdagen waar je zo verliefd op wordt dat je denkt dat je niet zonder hem kunt. En die man is nou toevallig geen boer. En hij wil het ook niet worden. Hij wil zelfs helemaal niks weten van de boerderij. Wat dan? Maak je maar niet ongerust. Nee.
Ik vind het geweldig van je. Nee, het is niet de moeite waard. Dan kan ik dus morgen tegen vader en moeder zeggen dat jij, voor het geval dat ik mag studeren. Ja, dat mag je zeggen. Als jij niet wilt hebben, de nieuwe boerderij, dan zij het goed vinden. Ik wil hem wel. Nu is het stil geworden buiten. Allemaal zitten ze weer thuis in hun eigen kamer. Even nog zullen ze napraten over het grote nieuws. Dat zowel geluk betekent als zorg en verleiding. Daarna gaan ze slapen. Want ze zijn doodmoe van de lange hete oogstdag. De hele dag hebben ze met hun machines over de akkers gereden. Machines die tegelijkertijd maaien en dorsen. En de zakken met graan vullen. Ik hoor je al zeggen, hou nou eindelijk eens op met al dat gepieker en ga ook slapen. En sta op zodra de hanen de nieuwe dag aankondigen die, laten we hopen, een goede dag zal zijn. Een goede oogstdag zonder onweer of hagel of wat voor onheil dan ook. Sta op zodra de ochtend gloort, hoor ik je zeggen. En help hen zo goed je maar kunt, zodat de oogst op tijd binnen is. Liggen piekeren hoe het vroeger was en waarom. En hoe het straks gaan zal, heeft geen zin. Voor jezelf niet. En voor de anderen ook niet. Alleen werken heeft zin. En helpen. Ik zal doen wat je zegt. En ik zal blijven hopen vol vertrouwen en overtuiging. Dat alles in orde zal komen en goed.